Amerikaanse reisagenten zijn vanaf gisteren op oriëntatiebezoek in Suriname. Deze familiarization of FAM-trip is bedoeld om bij terugkeer Amerikaanse toeristen via hun reisagentschap te interesseren naar Suriname te komen. De FAM-trip is een uitvloeisel van de samenwerking tussen de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM, de Stichting Toerisme Suriname, STS en de SATA. Terry Hayes, een van de Amerikaanse reisagenten, is zeer positief over dit bezoek. Hoewel ze eerder niets wist over Suriname, is ze enorm onder de indruk van wat ze tot nu toe heeft meegemaakt. Hayes is ervan overtuigd dat haar landgenoten ook voor Suriname zullen kiezen indien zij meer te weten komen over het land. We have a lot of clients that are adventure travelers and so they will love to come to fishing, to go hiking and just to see the countryside. And it's different because a lot of people, they want to go see the beaches and things like that. However, they're looking for something different to do. So this is definitely different and definitely really nice. And I like the fact that it's so many different nationalities here. And it's like the saying they have in Jamaica, one love. It's like one love here. And we could feel that. And that's really nice. It's a shame that we didn't know about it. You know, it's a shame, but then, you know, knowledge is power. So now that we have the knowledge, we can go and share. De samenwerkende organisaties zijn ook zeer enthousiast over de komst van de Amerikaanse reisagenten. Zowel Robbie Lachmising, directeur van de SLM, als Jerry Akum van de Stichting Toerisme Suriname willen het beste uit deze samenwerking halen. Akum benadrukt dat dit proces wel tijd nodig zal hebben. Dus deze stap is een belangrijke om inderdaad de gang in te zetten naar verdere bekendheid van het toeristisch product in Suriname. Zodat meerdere mensen daarvan te weten, meer over te weten krijgen. En inderdaad kiezen voor een vakantie in Suriname. Uiteraard vliegen met onze national carrier, de SLM. Onderval hebben we dan een aantal agenten uit Zandvoort uitgenodigd voor wat we noemen een familiarization trip. En dan brengen we ze overal waar de toeristische bezienswaardigheden zijn. Om nu te kijken dat we de Amerikaanse toerist ook naar Paramaribo kunnen brengen. SLM-directeur Robbie Lachmising en daarvoor Jerry Akum van de STS. Zij zijn blij met het bezoek dat de Amerikaanse reisagenten hebben gebracht aan Suriname. De tour-operators zullen de komende dagen nog enkele plaatsen in het binnenland van Suriname bezoeken. De groep vertrekt over een week terug naar de Verenigde Staten.